Stelling 6. Breda slaat veel te veel door met de inspraak voor de burgers. Wijkdeals, wijkplatforms, burgersessies, Breda begroot, buurtrechten. Op tal van manieren organiseert de gemeente inspraak voor de burger. Maar diezelfde burger die ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Bovendien, waarom alles steeds aan de burgers vragen? We hebben toch al een gemeenteraad die die burgers vertegenwoordigt? Paul Verlinde gaat daarover het debat leiden met VVD, SP en volmondig ja. Ja, dit debat gaan we doen met Thierry Aertsen van de VVD, Bas Maas van de SP en Peter Elbersen van volmondig ja. Als eerste Thierry Aertsen, hoeveel inspraak moet de burger hebben? Wat vindt u van deze stelling? Inspraak van onze inwoners op de plannen die we maken in de stad is natuurlijk heel belangrijk. En dat is de verantwoordelijkheid van ons als volksvertegenwoordigers. Om dat ook te waarborgen. We moeten met mensen in gesprek. Iedere week weer gaan we naar scholen, naar voetbalverenigingen. En ja, ook soms in de kroeg om met mensen te praten, om te vertellen wat we doen. En om te vragen wat mensen daarvan vinden. Dus dat is heel goed. Wat niet zo goed is, is dat we ieder jaar behoorlijk wat geld, 4 miljoen euro per jaar, verspillen aan wat ik noem bestuurlijke onzin. Dus bestuurlijke hobby's om allerlei dingen te organiseren waar alleen maar de participatie-elite op afkomen en een normale hardwerkende Bredanaar helemaal niks mee heeft. En daar moeten we mee stoppen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Festival Democratie. Dat waren 50 mensen met gratis eten, gratis drinken. Alleen maar ambtenaren, alleen maar bestuurders en je kon geen normale Bredanaar, kwam je daar tegen. Wat mij betreft Helder. Stoppen we daarmee. En luisteren gewoon naar de echte hardwerkende Bredanaars. Bestuurlijke onzin wordt dit genoemd. Bas Maas, hoe kijkt u daar tegenaan? Absoluut geen bestuurlijke onzin. Ik denk wat ons betreft is democratie vaak aan één keer per vier jaar je stem laten horen. Dat betekent dat je verantwoordelijkheden van keuzes die gemaakt moeten worden, die de mensen rechtstreeks aangaan in hun directe leefomgeving, dat je dat soort verantwoordelijkheden zo laag mogelijk legt. Dat mensen daar invloed op uit kunnen oefenen. En dat lijkt ons alleen maar heel goed. En er zijn heel veel initiatieven. Dat betekent ook dat het leeft. Dus dat zie ik hier als iets positiefs. Misschien moet het af en toe een beetje meer stroomlijnen. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel, de macht moet je ook volgens mij en de macht eerlijk delen. Zeg maar. Of nou macht gaat om geld. Blijft toch een lastig ding voor de VVD. En dat is jammer. Maar ik zou toch de heer Aertsen uit willen nodigen. Doe mee. Want het is een beweging die niet tegen te houden is. Ja. U krijgt ook die geest niet terug in de fles. Dit hoort gewoon bij een moderne maatschappij. En ja, helaas kennen we de VVD als oerconservatief op dit punt. Duidelijk wat uw mening hierover is. Volmondig ja, Peter Elbers, u heeft hier een van uw speerpunten bij gemaakt bij dit punt. Ja, zeker. Ja. Dus, en wat wij ook zien is, we zitten in een veranderende samenleving. De heer Maas roerde dat ook al even aan. En wat we met z'n allen vergeten is dat de overheid daar ook al anticipeert. Hè? Want in 2021 krijgen we gewoon de omgevingswet. En die is er juist voor bedoeld om overheidsparticipatie naar burgers toe te brengen. Dus en wat wij doen is daar in feite een voorschot opnemen. Dus ja, wij denken dat je daar nog veel meer in zou kunnen doen. De heer Aertsen noemt dat onzin. Wij denken dat het vooral geen onzin is. We leggen verantwoordelijkheden bij burgers neer. Maar dan willen ze ook wat te besluiten hebben. Dus wij denken dat je daar zeker nog een slag kan maken. Ja. Ja. Die slag kan inderdaad niet gemaakt worden. Je ziet bijvoorbeeld zo'n Breda Begroot. Daar komen in Prinsenhaken, Prinsenbeek behoorlijk veel mensen op af. Die dan samen met elkaar gaan bekijken hoe ze het geld gaan verdelen voor hun wijk of voor hun dorp. Nogmaals, ik ben niet tegen inspraak van burgers. Daar staan wij zeker open voor. Waar ik wel tegen ben, is het verspillen van belastinggeld. En als ik nu ga kijken, als u nou wil weten hoe belastinggeld verspild wordt in Breda, dan moet u eens naar het stadskantoor gaan op dit moment. Daar staat een 5 meter lange tuinkast, een glazen kas, waarin ambtenaren en politici staan te vergaderen. Ik noem dat onzin. Ik zie niet hoe het neerzetten van een 5 meter grote glazen kas van Breda's belastinggeld bijdraagt aan het beter betrekken van Breda'se burgers bij wat wij als politiek doen. Is inspraak in Breda een glazen kas in het stadskantoor? Ja, ze noemde net al even in zijn inleiding zeg maar een bedrag van 4 miljoen, wat totaal onderbouwd is volgens mij. En hij noemt wel meer onzin. Volgens mij is het, hij noemt ook gestolde belangen en vasthouden aan een participatie-elite en zo. Klopt, volgens mij is maar één iemand hier die vasthoudt aan belangen. En dat zijn volgens mij, de wereld verandert. De VVD ziet dat ook. Maar als die wereld een wereld is waarin jij en je vriendjes het goed voor elkaar hebben en stevig aan het touwtje trekken, ja, dan wil je liever niet dat die wereld verandert. Maar ik zou nogmaals willen zeggen, de heer Aertsen, het is niet tegen te houden. Het gaat helemaal die kant op. Mensen pikken het niet meer dat belangrijke keuzes gemaakt worden bij de Haringparty op de Klokkenberg of bij een outdoor Brabant borrel. De mensen pikken dat niet meer. Duidelijk hoe u daar tegenaan kijkt. De volmondig ja, hoe zou u dat dan willen organiseren? Als we kijken naar Breda Begroot, dat is een mooi voorbeeld. Daar zijn we goed mee op weg, zou je bijna kunnen zeggen.
Maar het is nog net niet wat het zijn moet. Ik bedoel, als je echt burgers wil laten begroten, dan moet je ze ook durven laten kiezen. En dan moet je dus kosten die door zo'n wijk of dorp heen lopen zichtbaar maken. Waardoor mensen prioriteiten kunnen stellen. Dus echte keuzes kunnen maken die voor die wijk of dorp belangrijk zijn. Ja. En daar moet wat ons betreft de komende jaren op ingezet worden. Om dat nog beter te maken, waardoor je die burger gewoon nog meer betrekt bij datgene wat er in zijn omgeving leeft. Ja. Want dat is toch wat we willen. Ja. En dat gaat niet meer door te zeggen van nou jongens, we timmeren iets in elkaar. Hè? Als we straks de verkiezingen achter de rug zijn, we hebben ze gehad, komt er weer een coalitieakkoord, 4 jaar lang dichtgetimmerd. Dicht ja. voor mooie... Ben u dan bijvoorbeeld voorstander van de kans is niet onrealistisch dat de VVD weer in een coalitie zou komen na de verkiezingen? Dat is zo'n coalitieakkoord wat opener wordt gehouden, dat het niet zo dichtgetimmerd is zoals meneer Elbers zegt? Nogmaals, wij zijn voor invloed en wij spreken iedere dag, iedere week met heel veel maatschappelijke organisaties en partijen in de stad. Dus daar staan wij zeker open voor. Nee, dat dichtgetimmerde coalitieakkoord. Moet daar meer ruimte in zitten? Volgens mij zien wij nu in de stad dat er genoeg ruimte is voor allerlei initiatieven. De afgelopen 4 jaar zijn er heel veel initiatieven opgepopt en die worden ook gewoon besloten als onze gemeenteraad. Dus laten we ophouden met het beeld dat het alleen maar dichtgetimmerd is. Wat we volgens mij moeten focussen is dat we stoppen met het verspillen van geld aan allerlei hobby's van bestuurders, want dat zijn het. Welke hobby's dan? Welke hobby bedoelt u dan bijvoorbeeld? Ik noemde net het Festival van de Democratie. Hè? Meneer ja. Maas had het over een haringparty. Die wordt tenminste betaald door een ondernemer. Dat Festival van de Democratie, dat wordt betaald door de Bredaanse inwoners. Die moeten daar heel veel geld aan kwijt zijn. En er komen alleen maar politici en bestuurders af. En wat ik dan vind, meneer Maas zegt, mensen pikken het niet meer. Wat mensen niet meer pikken, is dat we geld aan dit soort zaken uitgeven. Oké, okay, het Festival voor de Democratie. Maar er zijn ook andere inspraakmanieren, zoals Breda Begroot, wijkplatforms, wijkdeals. Hoe voorkom je nu, meneer Maas, dat daar toch wat men dan noemt de usual suspects, altijd weer dezelfde mensen op afkomen, dat je dat toch breed kunt raken? Volgens mij zijn er een aantal zeer succesvolle voorbeelden. Ik noem bijvoorbeeld Prinsenbeek. Prinsenbeek Begroot. Er zijn 1000 mensen erbij betrokken geweest. Dat is 10% van heel het dorp. Dat is volgens mij veel meer dan alleen de participatie-elite. Ik wil me wel even... Want het blijft onweersproken dat het 4 miljoen zou kosten waar de heer Aerts mee komt. En ik snap dat hij met een astronomische bedrag komt. Want het is ook zo'n beetje de enige financiële dekking die de VVD in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Ja. Voor al die mooie beloftes van meer asfalt en minder belasting. Dus het enige waar ze op bezuinigen is innovatief bestuur. En dat zou dan 4 miljoen kosten. De heer Aerts heeft mij niet duidelijk kunnen maken. Oké, we komen daar op dit moment niet uit. We hebben geen fact-checker hier in de zaal zitten op dit moment. Dus we komen daar niet uit. Ik wil nog even terug naar meneer Elbers, terwijl we voordat naar de wildcards gaan. Over dit onderwerp hier nog. U als volmondig jaar wil echt dat de burger door 4 jaar lang voortdurend meebeslist over. Ja, is dat realistisch? Heb je daar niet echt gewoon een gemeenteraad voor die dat moet doen? Nou, wij denken dat het zeer realistisch is. Want als je kijkt nog weer even terug naar die omgevingswet. De rol van de raadsleden zal veranderen. We zullen steeds meer een adviserende rol krijgen. Dat is in die wet opgesloten namelijk. Dus ik denk dat dat zeer realistisch is om juist te kijken naar al die initiatieven. Want dat kan ik me wel voorstellen. Want als je kijkt wat er allemaal door een wijk heen loopt. Of dat het nou een wijkplatform of een wijkdeal of noemt het allemaal maar op, wijkplannen. Mensen hebben echt het idee dat ze elke keer aan een nieuw avontuur beginnen. En het wordt vervolgens niet afgemaakt. Oké, okay, dus helder. We maken het nu dit wel even af. Want we gaan nu door naar de wildcard. Hier is ook veel inspraak. De wijkcard noemen. De wildcard. Veel inspraak bij dit onderwerp. We hebben 2 wildcards. Ja, we beginnen met Paul de Jong van de Bredaanse Stadspartij. Ja, al deze mensen hebben boter op hun hoofd wat dat betreft. De burgers in Breda worden niet goed vertegenwoordigd. Als je ziet, het afgelopen bestuursperiode is er heel veel tijd kwijtgeraakt aan de coalitiebreuk, aan een mislukte formatie, aan afsplitsingen. De mensen waren veel meer op zichzelf gericht, op partijbelangen, op individuele belangen, in plaats van het belang van de burger. Dat is echt een tekort. We moeten het partijkartel moeten aanpakken. Dat begint lokaal met een lokale partij zoals de Bredaanse Stadspartij, die alleen het belang van Breda voorop stelt. Ik wil er wel op reageren. Ja. Nou, laten we even. Maar hij begint bijvoorbeeld over afsplitsingen. We hebben hier volmondig jaar wat uiteindelijk als eigenlijk wel de fractie Elbers de Groeneweg was een afsplitsing van het CDA. Ja. Is het ook maakt het voor de burger niet duidelijker, zeg maar, als partijen binnen partijen zich weer nieuwe partijen gaan vormen? Ja, nou ja, goed. Als je kijkt, het is een trend, hè, door Nederland. Ik bedoel, je ziet in heel veel plaatsen, als je bijvoorbeeld Almelo kijkt, er zitten 6 landelijke partijen en 8 lokale partijen. Dus ik denk dat dat ook iets zegt over hoe de samenleving er hier dus juist in staat, zeg maar.
De twee coalitiepartijen, SP, VVD, boter op jullie hoofd, zegt Paul de Jong. Ik zou die bal al terug willen kaatsen. Kijk natuurlijk ook de heer de Jong, die zelf ook van die heeft ook al diverse partijen afgelopen. En ik denk inderdaad, en in eerste instantie wil ik de heer Elbers een compliment maken, dat hij aan de wieg heeft gestaan inderdaad van het innovatieve bestuur in 2014, samen met onze wethouder, Patrick van Lunteren. Aan de andere kant is ook de heer Elbers juist met heel veel, en dat is ook juist vervelend voor hem, maar heel veel tijd kwijt geweest aan intern gedoe. En dat zie je met name bij lokale partijen. Ze zijn heel druk met zichzelf. En de trein van het innovatief bestuur heeft ondertussen niet stilgestaan, zou ik willen zeggen tegen de heer Elbersen. Hij is doorgegaan. Welkom, fijn dat u weer terug bent. Dat de luiken weer openstaan, maar doe mee en vertraag niet. Doe vooral mee. Dan wil ik hem even terugpakken naar die lokale partijen. Dan ga ik toch nog even naar Paul de Jong, omdat hij zijn wildcard heeft gebruikt. De lokale partijen die jullie zijn. Hoe willen jullie dat dan even een notendop veranderen, die inspraak? Of die burger meer? Ja, wij zijn voor een directe democratie. Dat betekent dus een veel betere weerspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad. Die hebben we dus ook terug laten komen in de kandidatenlijst. Dat betekent dat wij zijn voor een actieve inzet van het referendum. Het betekent ook dat we in ieder geval mensen serieus nemen. Het merendeel van de mensen die gaat niet stemmen. Dat vind ik ontzettend jammer. Dat vind ik echt een tekortkoming. Dus ik roep mensen op om vooral wel te gaan stemmen. Gebruik je stemrecht. Want op dit moment blijft het zoals het is. Heldere oproep. We gaan door de volgende wildcard. Ja, we hebben nog een wildcard. Ik vond het de heer van opa. Trots opa. Ja, ik heb heel goed zitten luisteren. Ik ben altijd heel veel bij wijkraden, et cetera. En ik merk gewoon bij een aantal wijkraden in de stad dat er heel veel taken zijn die bij hun liggen. En die kunnen zij nu onderbrengen naar bijvoorbeeld een buurtrecht. Nou, noem al die dingen maar op. Dus op zich vinden wij dat wel een goede verdeling. Dat het ook dan gespecialiseerd naar speciale zaken waar ze dan mee bezig zijn. Wat wel is, en dat is heel erg jammer, dat is dat het heel moeilijk is om daar echt mensen voor te krijgen en dat het heel vaak dezelfde zijn. En dan gooi ik dat even op, ook in sportverenigingen en alles. Ik zou een oproep willen doen om vooral degenen die na mijn leeftijd komen, om zeker je eens een keer dienstbaar te maken, om daar ook eens iets voor te doen. En daar hoort ook buurtrecht bij, hoort ook platform bij, hoort ook wijkraad bij. Want het zijn best hele goede organisaties die echt voor de burger werken. En dan komt het van onderuit, komt het dan wel een keer op het stadskantoor terecht. Nou, daar zijn wij voor. De VVD, van onderuit komt het op het stadskantoor terecht. Die buurtrechten, civil rights, hoe het ook allemaal genoemd wordt, zijn toch uitstekende instrumenten daarvoor om dat binnen te halen. Ja, nou, maar ik wil eerst maar even terugkomen wat hij net werd gezegd. Hè? Want meneer de Jong beticht ons ervan dat wij alleen maar bezig zijn met partijbelangen. Absoluut. En dat vind ik niet helemaal correct. Van de Zijn roepen is makkelijk. Ja. Maar volgens mij is hier maar één iemand bezig met partijbelang. U bent nu met uw vierde politieke partij bezig, uw vijfde. Het thema wil ik even terug naar het thema van onderaf, dat is toch hartstikke mooi. Absoluut. Die deuren staan ook open, maar ik zie ook die voorbeelden die ik net al noemde, dat het vaak niet van onderaf komt, dat het juist de mensen zijn die we al kennen, dat het juist de ambtenaren zijn, juist de bestuurders, juist de politici. Daar zijn wij niet van, om die mensen op een extra podium te heffen. Als jij 's middags om 4 uur iets organiseert, ja, de meeste Bredenaars gaan dan of nog aan het werk, of ze zijn hun kinderen van school afhalen. Dus die ga je dan niet meer bereiken. Het is alleen maar een feestje voor ambtenaren en politici. Ja. We zijn aan het einde gekomen van dit debat over deze stelling. Bedankt.